What up, welkom bij weer een nieuwe GTA RP video. Vandaag gaan we weer een andere job kiezen. Ik heb gekozen voor kleding maken vandaag. Dus we gaan even zien of het leuk is, of het goed betaald wordt. En heb jij het nog niet geliked? Heb je zin in deze stijl? Like deze video dan. En ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer sowieso even. En doe even het notificatiebelletje aan, dan weet je wanneer ik weer een video upload. Laatste tijd ben ik niet zo lekker met uploaden. Ik ga mezelf weer herpakken. En let's go to the video. Zet hier gewoon mijn scootertje neer zo. Uit. Afstappen. Op slot. Oh, hier moet je verkopen ook. Kijk, dat is irritant. Oh, iedereen heeft zelf de kleren, joh. Oeh, kleding. Kijk, ik kan het oppakken. Maar dat ga ik niet doen. 80 kleding. Dus dit is ongeveer net als mijn werken, denk ik. Je gaat van alles pakken en dan moet je het verkopen. Dus dit is ook irritant, man. Kijk, op zich, kijk, ik zeg wel, die vuilniswagen is niet. En nu? Wat? Oké, waar moet ik heen? Weet toch die? Oh, kijk hier. Afleveringspunt. Ja, nee, daar moet ik niet heen, want ik heb nog niks. Kijk, op zich. Die vuilniswagen is irritant, is niet veel. Maar voor die tijd wat ik eraan gespendeerd heb, is ook niet veel, weet je? Dus. Nee, moet ik helemaal hierin komen. Vol. En je weet toch, je doet normaal werk, dus. Je wordt bijna niet eens gecontroleerd. Oh, hier moet je zeker dingen maken. Oké. Thank you.
110 kleding. Ja, kijk, die kost daar omheen maakt eigenlijk op zich niks niet uit. Zeg maar, als jij de autosleutels hebt, dan kan jij wel verkopen die auto's. Maar ik denk niet dat hij voor 12k echt alle auto's aan jou gaat geven. Want welke auto's zijn het? Als het die duurdere auto's zijn, ja, voor 12k natuurlijk gaat hij dat niet doen. Ik had 61k. Raptor, Ranger, Wrangler, alles. Nee man, voor 12k? Bro, nee. Of, kijk. Of hij scampt jou gewoon doodhard. Dat is het meest waarschijnlijke. Of hij wil jou een auto's geven waar een signalering op staat. Dus die, als ze jou daarmee op straat zien rijden, dan krijg je dinges. Wordt die in beslag genomen. Dus dan moet jij daar weer voor betalen. En politie, als politie auto in beslag neemt, dan betaal je 20% over. 20% van de waarde van die auto. Maar ik denk dat die jou wel scammen gewoon, man. Want zei hij tegen jou eerst die eerst die geld geven en dan pas krijg je die auto sleutels? Of, want als hij dat zei, dan is het 100% scam. ...65k. Die man zei ongeveer 10k, dus ik moet ongeveer op de 71k zitten. 68k. Dus hoeveel heb ik gekregen? 61? 7k. 7k? Nee, dit is het ook niet waard. Dan een vuilnisman is dan veel beter, geloof mij. Nee man, dit is het niet waard.